Ik vind het namelijk een beetje zonde als ik hier dan een beetje ga rondlopen van... Hallo, ik ben Koen en ik heb geen huis. Wat moet ik nu? Yo kijkers van Steengoed, Koen hier en welkom terug bij een nieuwe rust. We gaan weer verder waar we de vorige keer zijn gebleven. Helaas ben ik alweer... In de tussentijd, 2 dagen, ben ik alweer 5 keer dood gegaan. dus we gaan nu gewoon weer door waar we zijn gebleven. Ik ben weer helemaal van vooraf aan. Ik heb net eventjes een hoe heet dat ding ook alweer? Even kijken. 1 seconde. Nou, hier. Stone Hatchet. Dat gaat allemaal even wat sneller. Het is heel kut, want ik had namelijk een sleeping bag. En dat is gewoon door mensen... Die dachten van, hey, laat ik zijn huisje kapot maken en laat ik hem meteen doden. Mensen dachten dat het leuk zou zijn als ik een houten deur... Nou, ik had namelijk een houten deur. En die kunnen mensen heel snel kapot maken, blijkbaar. Dus dat is vrij kut. En die mensen zijn dus gewoon binnengekomen. Ik weet niet of het 1 of meerdere mensen was. Of waren, moet ik beter zeggen. Maar in ieder geval, die hebben dus mijn deur kapot gemaakt en mijzelf kapot gemaakt. En hebben gewoon alles geloot wat er in mijn kissen zat. Dat is gewoon vrij kut. Oh, kijk. Ah, dit is wel heel erg handig. Dus ik ga proberen mijn huisje terug te vinden. En zo niet, ga ik proberen een nieuwe woning te maken. En ik hoop dat dat gaat lukken in ieder geval, want ik ben heel goed bezig nu met hout hakken. Want met de Stone Hatchet gaat alles veel sneller. Ik heb ook een paar tutorials gekeken wat het beste is om te beginnen als rustspeler. Want zoals ik in de vorige aflevering heb gezegd, ben ik echt enorme noob in het hele rustspel. Dus vandaar dat ik even wat tutorials ben gaan opzoeken. Als het goed is, ben ik nu helemaal up-to-date voor dat hele rustspel. Oké, we hebben nu heel veel hout in ieder geval. Wat we kunnen doen is, ik ga heel even rondkijken waar ik precies ben. Ik vind het namelijk een beetje zonde als ik hier dan een beetje ga rondlopen van... Hallo, ik ben Koen en ik heb geen huis. Wat moet ik nu? Ik weet niet, mijn gevoel zegt die kant op. Dan gaan we die kant op. Oplopen. Hier is echt niks behalve steen, zeg. Maar god, hoe moet ik ooit hier mijn huisje terug kunnen vinden? Dit is gewoon niet te doen. Ik ga even kijken hoor. Ik heb voor een boog. Hunting bow. Oh, daar heb ik cloth nodig. Als een kut. Want ik wil graag ook cloth gebruiken om een sleeping bag te maken. Ah, kijk eens aan. Wat is dit voor leukigheid? Even kijken wat hier te vinden is. Hallo. Even kijken hoor. Nee, dit kan ik niet gebruiken, want ik heb geen eten. Ah, wat is dit voor leukigheid? Oh, allemaal dit soort troep. Misschien dacht hij, hey, ik heb geen kool nodig. Laat het gewoon lekker voor overhouden voor een of andere noob die hier straks langs komt lopen. Nou ja, constructies aan mega bouwwerk, om het beter te zeggen. En ik heb heel wat eten nodig op dit moment. Want ik heb honger. Ik lijd aan honger. Ik heb 391 food over. En ik moet volgens mij een beetje op 1000 zitten. Wil ik nog een beetje door kunnen leven. Dus wat prioriteit nummer 1 nu wordt, is eten zoeken. Dat is een goede. En ik zie zover mijn oog reikt geen eten. Dat is vrij kut. Zeker als je nieuw bent in de rust. En dan heb je altijd eten nodig. En wat doe je als je honger hebt? Daar ga je varkentjes zoeken. En varkentjes zijn hier volgens mij helemaal niet. Dat denk ik in ieder geval. Want dat kan je zien. Want er zijn geen varkens. En er zijn ook geen herten. En er zijn geen beren. Maar ik wil heel graag cloth hebben. Want dan kan je natuurlijk die hunting bow maken. En dan kan je eventueel ook beren. Want je hebt volgens mij maar... Wat? Oké, dit was heel leuk. Ik heb werkelijk geen flauw idee wat er net gebeurd is. Ik liep blijkbaar door een plas water heen. En ik wist niet dat een plas water hier in dit rustspel gevaarlijk was. Dus bij deze heb ik weer wat geleerd. Ga nooit richting water, want water is je ondergang. Je graaft je eigen graf als je het water in gaat. Wacht, oh, die is... Wat is dat eigenlijk? Oh, dat is een beer, Die is hier leuk, dat is een beer. Dit is geen goede plek. Ik ben weer eens heel dom geweest. Ik ben weer eens heel dom geweest, want die beer die redt nog steeds achter me aan. En wat als ik hier... Ja, die beer redt nog steeds achter me aan. Fucking kut. Die beer die denkt op een gegeven moment van... hij gaat veel te snel. Jammer dan, ik ga er vandoor, ajus. Maar dat denkt deze beer op dit moment niet, want hij... blijft achter me aanrennen. Man. Kansloos dit. Het is echt een drama. Ik volg gewoon weg. Weet je, ik ga die weg gewoon volgen. Ik kijk wel waar ik uitkom. Je moet er goed in de gaten houden wanneer het weer nacht wordt. Maar dat is een goeie. Want als het nacht wordt, dan kan je namelijk helemaal niks zien. Dan moet je weer je torch als dit doen. Maar dan kunnen mensen je van heel ver zien blijkbaar. Dus dat is ook niet zo heel fijn. Ik denk dat die beer nu langzamerhand wel denkt van... Ja, fuck jou, ik ga er vandoor. Maar dat denkt die beer op dit moment denk ik helemaal niet. Want die... Daar zijn wolven. Dat is... Ah, jongens, wat gezellig. Het is een hele dierenparty hier, joh. Nou, het is vast wel goed. Ah, hier! Dit zocht ik. Is die beer hier nog? Nee. Nee, die beer is hier niet meer. Chill.
Oké, als we dit hout hebben gemaakt, dan ga ik weer, of gemaakt hebben, ga ik weer even zo'n stone hatchet maken. Dan zijn we ongeveer even ver, denk ik, als we net waren. Man, wat een drama dit. Om kloot te gaan zoeken. Om zodoende een boog te gaan maken. Dat zou wel een goede zijn. En die beer is niet meer, dus ik ga een stone hatchet maken. Een stone hatchet. Oh, 18 seconden. In de tussentijd neem ik even een lekkere kopje thee. Oké, nou, we hebben nu de stone hatchet eindelijk. Die kunnen we gaan vervangen door de hand. En dan gaan we wegens... Oh, natuurlijk, ik had al die medic kits, had ik. Oh, dat is wel erg kut. Even kijken hoor. Daar zijn allemaal wolven, daar moeten we in ieder geval niet naartoe gaan. Misschien kunnen we dat wel doen. Als ik maar geen attentie... Nee, volgens mij komt het er niet aan. Oké, we gaan nu gewoon heel snel door. Nou, we hebben nu dus even lekker wat hebben gehaald eigenlijk. We hebben nu stones, we hebben metal ore, we hebben surfer ore en we hebben genoeg hout. Altijd hout. Hout altijd meenemen. Als je hout ziet in rust, altijd meenemen. In ieder geval dit soort hout dan. Hè. Die kan je heel veel uithalen namelijk. Oké, ik ga dat hert proberen te pakken. Oké, we gaan hem besluipen. Ik voel me net een haai. Haha, you are mine. Wat, hij beweegt niet. Oh, wat een kutbeest. Hahaha. Twee keer close, nog meer close. Raw chicken breast. Oh, dit is mooi hoor. Animal fat. Oh, chillings. Oké, we gaan nog even wat hout halen. En dan ga ik even kijken of ik een hunting bow kan maken. Oké, als hij goed is. Ja, we hebben hier de hunting bow. Nu moeten we nog arrows hebben. En hoeveel. Oké, dat gaat wel lang duren. Je hebt 1 stone nodig en 4 wood. Nou, dan kunnen we in ieder geval 24 pijlen maken. Dat zien we hier al. Dan doen we dat gewoon eventjes. Zo moeilijk zijn we niet, denk ik. Oh, hij gaat keer 4. Oh, wat chill dit. Nou, hartstikke mooi. Doen we dit hier. Oké, ik heb hem geraakt. Oh, ik ben meteen zo pro. Oh mijn god, ik ben zo pro in dit spel. Oké, dit is echt helemaal toppie. Ik ga eventjes hier heel snel een campvuur maken. Campfire. Craft. Dan kunnen we even dit vlees kunnen we even fixen zo. Nou, weet je wel, hem laten we wel. We gaan eventjes daar naartoe. Want als we aan het craften zijn, heb je namelijk, duurt dat langer. Ik bedoel, dat duurt het langer. Dan ga je langzaam lopen. Dus als we opeens heel snel lopen, dan weet ja, we weten dat de crafting voorbij is. En dan gaan we hier eventjes 4. Zo, zetten we dat daar neer. En dan gaan we using open. En dan doen we dit hier. Cook. Ignite. Yay, oké. Dan gaan we even dit halen. En dan gaan we eventjes door. Of het kampvuur maakt ons eten klaar. En dan gaan we eventjes wat hout halen hier. Hoppatee. Wat is een leuke plek om te zitten. Oké, wat we dan in ieder geval moeten doen is pallets maken. Oké, we moeten nu dus een foundation hebben. Oké, we hebben er 8 nodig. Oh jezus, foundation. Dat duurt wel lang. Pillar, wall, doorway, window, stairs, ramp, ceiling, window bars. Metal window bars, dat is een goeie. Oké, terwijl hij leuk aan het craften is, gaan we heel eventjes rondkijken om een beetje te kijken waar we precies zitten. Oké, dit is namelijk wel echt best wel een leuke plek. Maar wat ik wel echt ga doen is een metal door maken. Oh, kut. Wacht, daar zitten nog meer. Oh, wauw. Oké, nog 4 seconden, nog 3 seconden, oh, nog 2 seconden. Oké, nu ga ik hem wel echt gewoon goed neerzetten. Ik ben nu zo dom geweest. Oké, we hebben 4. En dan gaan we hem op een goede plek neerzetten. Dan zit ik nou echt precies op een heuvel. Dat is ook wel tof. Oké, voor mij heb ik nu echt de perfecte plek uitgezocht. Oké, wat moeten we nu doen? We moeten nog meer wooden planks maken. Even kijken, ik weet niet. Oké, ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Volgens mij ga ik nu precies 10 van die planks maken. Ik wil even kijken of dat ook echt daadwerkelijk gebeurt. Want we hebben in ieder geval echt heel veel hout. Oké, we hebben nu dus alle pillars. Of pilaren, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet. Even kijken hoor. Dat ik even mijn toortje... Oh nee, dat is 6... Kijk, hier eentje inderdaad. Daar eentje. Daar eentje. En moet ik even goed kijken. 6 inderdaad. Dat is dan hier voor me. Daar eentje. Oké, mijn topje. Dan moet ik nu wall.
Doe 3. Want ik moet ook nog een ingang hebben namelijk. En die moet ik zo meteen nog weer even wooden planks maken. Maar dat kost weer echt een minuut. Oh mijn god, dat duurt echt veel te lang dit. Jammer dat je niet gewoon meerdere dingen tegelijk kan craften. Dat is wel een beetje, ja, een beetje jammer. Oh, maar kijk dit uitzicht dan. Ik weet, ja, dat kan je wel best wel goed zien, denk ik. Lijkt mij. Ik heb niet zulke... Ja, nee, het is heel donker hier. Het is jammer dat het zo donker is. Bij mij wordt het ook gewoon steeds donker. Het duurt echt al avond. In deze video heb ik toevallig ook al woensdag al gemaakt. Dus wanneer ik hem upload, is het al gewoon echt donker. En dan heb je eigenlijk gemaakt hoe het bijna nacht werd bij Koen thuis. Dat is altijd leuk om te weten. Precies. Oké, we hebben nog 18 seconden. Oké, we hebben nu dus... ik heb nu even alle... Found dingen neergezet. Een doorway. We hebben 4 wooden planks nodig. Oké. Dan maken we er ook meteen 4 van. Wood planks. 4. Oké. Nou, dan komen we een beetje in houtnood. Dus dan moeten we zometeen weer even naar beneden om hout te halen. Oké, jongens. En op dit moment ben ik nu dus nog steeds bezig met alles. Met die furnace maken. Met wat ben ik nog weer nu aan het doen? Low grade fuel. Oké, maar dan kunnen we nu volgens mij... Oké, kut, ik moet nog steeds boet gaan halen. Jongens, ik bedank jullie hartstikke voor het kijken naar deze tweede aflevering van Rust op Steengoed. Mocht je dit een leuke aflevering hebben, dan zeg ik, mocht je dit een leuke aflevering hebben gevonden, beloon dat zeker met een blauw duimpje omhoog. Leuke reactie achter, of heb jij tips voor mij, laat het weten in de reacties. Zeg ik, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.